Zo, een hele goede morgen allemaal. Wat is het toch geweldig om hier zo wakker te worden. In mijn hele mooie plaats Fiskars. Ja, dat is een van de mooiste plekken die ik me maar kan verzinnen. Eenden lekker in het water. Ze zijn heerlijk aan het knabbelen. Ja, en wie ben ik dan? Nou, ik ben Bastiaan Baai. En woonachtig in het hele mooie Finland. Ik ben daar sinds november ben ik er naartoe verhuisd. Waarom zou je zeggen? In ieder geval omdat mijn kinderen hier ook wonen. En waarom verander je niet eens een keertje van pad, zou ik zo zeggen. En wat een hele nieuwe mooie uitdaging hier. En wat ik hier ga doen, is het onderdeel waar ik me eigenlijk in ben gaan specialiseren. Ademhalen. En dan ademhalen met de didgeridoo. En wat beter daar kan je dat dan doen dan in een omgeving waar toch wel heel veel met ademhaling eigenlijk gedaan wordt. Ja, kijk naar deze mooie, geweldige lucht, frisse lucht, veel natuur. Nou, is dit mijn eerste vlog. En ik ga even vertellen, eigenlijk heb ik het er niet zo op. Dan sta je ook een keer zo'n beetje tegen jezelf aan te praten. Maar toch lijkt het me wel een leuke manier om, om mijn gedachten met jullie te delen. Velen van jullie die kennen mij in Nederland als de didgeridoo persoon. De muziekdocent, de performer. Maar ja, wat doet hij nou zijn hele dag? Alleen maar performen? Nee. Dus ik loop nu naar de Paivakotti. En de Paivakotti, dat is eigenlijk kleuterschool. Daar ga ik de handschoen van mijn zoon eventjes brengen. Die zat nog in mijn tas. En het mooie hier van Finland is dat de kinderen ongelooflijk veel buiten spelen. Echt, het is een dat is zo'n ongelooflijk een mooie rijkdom. En zij zeggen, ja, doen ze toch in Nederland doen ze dat ook? Ja, doen ze ook. Maar het is toch net even een stukje anders hier. En zeker als je in zo'n geweldig mooie omgeving loopt. Zoals hier. Kun je nagaan wat het is om met de poelka. En poelka is een slee. Om gewoon lekker met de slee op dit soort momenten gewoon helemaal lekker los te gaan. In de komende periode zal ik weer wat vaker vloggen. Over wat ik hier nou eigenlijk doe. Wat ik hier nou ga doen. En ook een beetje mijn ups en mijn downs. Ik ben iemand die vanuit mijn eigen visie met betrekking tot gezondheid, positiviteit en een gezonde dosis lef ver komt. Maar ook ik ben mens. En ik heb af en toe ook als een moment dat ik denk van, mijn hemel, moet ik hier nou weer mee? Nou, die dingen ga ik ook met je delen. Dus mijn creaties, wat ik als muzikant doe. En wat ik als, als mens hier eigenlijk doe. Wat ik hier als ondernemer wil gaan doen. En dat ga ik allemaal met jullie delen. Maar ik ga eerst even dit delen. Dit is wel zo mooi.
wens jullie een hele fijne dag toe. Ik wens jullie liefde, licht en voorspoed toe. En wij spreken elkaar bij de volgende vlog. Doei doei!